Vorige week maandag is op het complex van de Leeuwarder Zwaluwen het project Cambuur Oldstars van start gegaan. Alleen 60-plussers kunnen zich aanmelden voor de Cambuur Oldstars. Met als doel om wekelijks gezellig samen te zijn en onder professionele begeleiding te werken aan de conditie. Dinsdag was de officiële aftrap in het SC Cambuur Stadion. Na een kop koffie in het spelershome gingen de Oldstars van start met een training op het hoofdveld. Nou, ik ben niet dat ik in het stadion kom. Nee. Cambuur Allstars, het is nu echt los, hè? Ja, fantastisch. Vorige week was het eigenlijk al losgegaan. Zijn we begonnen bij Leeuwarden Zwaluwen. We hadden er even een hard hoofd in, omdat zeker ook door de vakantieperiode de aanmeldingen niet binnenstroomden. Maar vorige week met 15 mensen begonnen en vandaag zijn er 18 als het goed is. Het blijft natuurlijk een heel apart fenomeen, voetballen met senioren. Waarom ook niet, denk ik dan. Maar wat doen jullie anders dan bijvoorbeeld bij jongeren? Nou, het is op zich niet veel anders. Voetbal verbindt en voetbal is plezier hebben met elkaar. En of je nou 6 of 7 jaar bent en in de F's voetbalt, of de mini-pupillen, of een oudere, dat maakt niet uit. Hè. Juist ouderen stoppen vaak met voetbal. Als ze 35 zijn, nou, dan doen ze nog even mee in de rest senioren. Maar daarna stopt het vaak. En je ziet nu wel 45-plus voetbal. Dat is enorm populair. En mogelijk dat 60-plus voetbal ook een iets is voor de toekomst. Want tegelijkertijd bewegen en ouder worden, ja, dat schiet er soms ook wel bij in. Ja, maar goed, we worden met elkaar steeds ouder. De gezondheidskosten lopen op. Mensen die wonen vaker alleen. Mensen komen toch vaak moeilijk vanuit huis. En juist weer met een voetbalvereniging of andere soort sport, ja, kunnen weer in beweging komen. En een heuse competitie, hè, zit er aan te komen? Ja, ook dat. Na 20 weken komt er ook een echte competitieronde. Want hoe belangrijk is dat voor Cambuur om ook dit soort projecten te steunen en mede te organiseren? Ja, heel belangrijk. Ja, sowieso, even los van alle andere clubs, vinden wij het belangrijk. We doen op dit moment vrij veel met jeugd. En ja, toen dit kwam, om het ook wat voor de 60-plus doelgroep te gaan doen, hadden wij zoiets van, nou, dat sluit echt heel goed aan op ons maatschappelijk beleid. En ja, dat er dan ook nog een competitie aan verbonden is en dat je met andere clubs samen het gezamenlijk af gaat sluiten. Ik denk dat dit maakt het project compleet. Want ik heb ook al gehoord dat men stiekem ook zit te wachten op de derby dan bij hun. Hè? Dat is Cambuur Heerenveen. Ja, nou, wie weet. Aan ons zal het niet liggen, absoluut niet. Opnieuw aan het voetballen geslagen? Ja, nou ja, na een actieve carrière. Maar van 15 jaar, de eerste bij Friesland, heb ik na een jaar of 20 weer eens even de spul opgepakt. Ja. Ja, want dan stop je met voetballen, dan is misschien je carrière over, maar toch weer de draad opgepikt. Ja, nee, maar goed, tussendoor tennissen en wat aan vet fitness. Maar nu vooral de leeftijdsgenoten om je heen, ook het sociale verhaal erin. Nou, dat is voor mij wel belangrijk. Ja. De eerste training, valt mee of valt tegen? Nou, je hoort het wel aan het hijgen. Het lijkt niks, maar het is toch wel lekker pittig. Ja. Maar lekker opbouwen, dat is belangrijk. Ja, precies. Mooie initiatieven en natuurlijk wachten op de derby die er ook aan zit te komen, hè? Heerenveen, Cambuur. Ja, nou ja, kijk, mensen maken daar soms een heel probleem van, maar ja. Ik vind gewoon als je een mooie wedstrijd ziet, en dat het nou Cambuur is of Heerenveen, ik heb natuurlijk liever dat Cambuur wint, dat is duidelijk, daar ben ik ook supporter van. Mm-hmm. Maar voetbal staat voorop en alle randverschijnselen vind ik niet zo belangrijk.